Vandaag spelen we Minecraft, maar we kunnen elke item koken. Dus moeten wij meteen een furnace maken om te kijken wat we allemaal nou precies kunnen krijgen. Oké, eens even kijken. Een furnace. Let's go. Laten we een bloem gaan smelten. Even kijken of dat kan. En dat kan zeker. Oh god, wat gaan we hieruit krijgen? Oké, dat werkt dus niet. Oké, wat gaan we dan smelten? Kunnen we gravel smelten? Oh, dat kunnen we wel smelten. Oké, wat kunnen we uit gravel krijgen? Ik ben daar echt ontzettend benieuwd naar. En we krijgen... Oh my god, wat is dit? Double deep slate, serieus? Oh mijn god. Maar wacht, als we nou bijvoorbeeld een stok gaan smelten, kan dat bijvoorbeeld? Dat kan ook eigenlijk. En van een stok krijgen wij... Oh, wat? Rabbit stew. Oké, dit komt heel erg goed uit, want ik heb nog helemaal geen eten. Maar je ziet het dus, elke item die wij smelten, krijg je een random item voor. En elke blok die we smelten, krijg je een random blok voor. Dus dat is wel echt heel erg vet. Trouwens, ik ben nu heel erg benieuwd. Als wij nou nog een furnace gaan smelten, wat krijgen wij dan? Oh, wat? Huh? Oh, wat? Ik heb een tier 1 furnace gekregen. Huh? Oké, dus we krijgen dus gewoon een betere furnace. En dat lijkt mij dat wij er dan ook betere spulletjes uit kunnen krijgen. Ik zou het echt niet weten. Weet je wat? Ik denk oprecht dat het gewoon makkelijker is als wij een village gaan zoeken. Dat we daar ook nog wat items gaan testen die we kunnen smelten. En sowieso nog eventjes wat loot moeten hebben. Want we hebben niet heel erg gek veel loot. Behalve daar. Ik heb eventjes wat kool nodig als we alles gaan proberen te smelten. Trouwens, we kunnen ook gaan kijken wat kool ons geeft als we kool smelten. Ik weet het, het klinkt heel raar. Maar we kunnen het proberen. Oké, Kist, wat geef jij mij? Oeh, Respiration 1, Curse of Vanishing. Een Enchantment Golden Apple, die komt zeker goed uit. En dit is al helemaal chill. Een Flintensteel voor die Nether Portal, dat is helemaal top. Ja, die gaan we niet meenemen, dat boeit dus helemaal niks. Trouwens, ik ben heel erg benieuwd, wacht eventjes. Een Tier 1 Furnace, als we er nou een Oak Sapling in doen en die smelten, wat krijgen we dan? Een Burnt Sapling, can be placed on a grass block. Oké, nou ben ik heel erg benieuwd wat dat doet. Oh, wat? Auw, wat? Oh mijn god, dit is... Wat is dit dan weer? Dit is een mix van die nether... Nou, het is tenminste gratis hout. Ik kan net zo goed eventjes meenemen, toch? Of wacht, is dit wel hout? Dit is... Weet ik wat het is. Volgens mij is dit... Nee, dit is ook geen hout. Nou, lekker. Denk je dat je een boom krijgt? En dan is hij compleet van nether. Wacht, zit er nog wel wat in of zo? Oh, kist. Oh mijn god, er zit allemaal hout. Oké. Het is wel handig om zo'n ding te hebben, maar ook weer niet. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op dit. Nou, nemen we dit gewoon mee? Oké, dat weten we tenminste. Dat doen we dus niet meer. Dat is echt onhandig. Ding. Maar ja, anyway. En dan hebben we ook nog eens een village gevonden. Dit komt helemaal goed uit. We nemen eventjes lekker wat hooi mee voor wat brood. En dan hebben we tenminste daar genoeg aan. Misschien kunnen we ook het hooi omsmelten naar iets. Ik zou het echt niet weten. Hallo, blacksmith. Eens even kijken. Heb je wat voor... Oh, ja, dit komt al helemaal goed uit. Een iron sword, wat appeltjes, wat iron. Dit nemen we gewoon allemaal mee. Is er hier misschien een... Oh, lekker. Oké, let's go. Een emerald en nog meer appels. Kijk, ik ben echt een appelman geworden. Oké, eens even kijken. Want wat wij kunnen doen is we kunnen onze tier 1 furnace gebruiken. En dan doen we een emerald in en dan moeten we weer iets erin zo. En dan denk ik dat we hier ook wat vets uit kunnen krijgen. Ik weet niet helemaal zeker, maar wat gaat ons geven? Een blacksmith spanner. Oké, dit is echt helemaal top. Trouwens, toen ik dat furnace mee wou nemen, heb ik hem kapot geslagen. Dus ik moet heel even een iron golem hebben. Want volgens mij kan ik het wel met iron kapot slaan. Hoppa! Met deze iron mee gaan we eventjes een pickaxe maken, denk ik. Ik denk dat dat het beste is om te doen. Als weet ik echt niet hoe ik dit ding mee moet nemen. Eens even kijken. Zo. En ik weet het, we hebben al een iron zwaard. Maar het schijnt dus dat als ik een steen zwaard hierin doe, dat ik dan ook nog iets heel erg vets krijg. Ik weet het niet. Het is me allemaal verteld, maar ja, ik dacht al van, waarom moet ik een stenen zwaard maken? Dat is helemaal niet nodig. Ik heb al een iron zwaard. Oh mijn god, we hebben een hot sword gekregen. Right click to use the fireball. Oké, wacht eventjes. We moeten dit even uitchecken. Villager. Ja, dit is wel echt heel erg vet. Kom hier, lammetje. Oh mijn god, ik krijg ook meteen koekjes. Kom hier. Alleen nu is de grote vraag, kan ik dus die furnace meenemen? Dat zou wel heel erg fijn zijn namelijk. Oké, het lijkt erop dat ik dit ding niet mee kan nemen. Dus we moeten de hele tijd die furnaces maken. Oké, dat is echt, dat wordt echt heel erg vermoeiend. Dit krijgen jullie van mij omdat ik dat aan het afrennen ben. Oké, doei. Oké, we zitten hier dus nu veilig in een grot. Dus ik ga even kijken of we misschien een hooibaal kunnen smelten en daar iets uit kunnen krijgen. Het werkt wel. Alleen daar krijg ik spruce leaves uit. Oké, dat heb ik niet nodig, denk ik. Oké, wacht even. Dit doen we eventjes dan weg. Kunnen we wheat even omsmelten? Misschien kan dat werken. Oh mijn god, ik krijg 5 toast hiervan. Oké, ik heb er niet heel erg lijf voor aan, want ik heb al appels en ik heb echt genoeg brood en vlees. Maar toast? Wat? Oké, dat is wel echt heel erg leuk. Nou, wacht. Wat doet het eigenlijk? Het doet verder helemaal niks. Oké, het is alleen om mijn honger te... Oké, nou ja, prima. Anyway. Weet je wat? Ik denk dat het tijd wordt als wij onze furnace, denk ik... Kunnen we dat nog een keer upgraden? Ik ben echt ontzettend benieuwd naar. Want we hebben pas tier 1. Dus het lijkt mij dat we hem kunnen upgraden. Oh!
En dat kan inderdaad... Oh mijn god, wat hebben we hier zo? Een tier 2 furnace. Oké, nou ben ik heel erg benieuwd wat we kunnen krijgen. Oké, wat kunnen we hiermee doen? Want ik heb ook nog die black... Weet je wat? Ik ga die blacksmith gewoon inspannen. Oké, wat kunnen we... Oh mijn god, wat? Ik heb ook echt gewoon helemaal geen kool om dit te pakken. Wacht even. Ik ga heel even kool verzamelen. Blijf hier. Oké, wacht. Waar is nou weer mijn blacksmith? Hallo, blacksmith. Blacksmith, ik weet niet waar je naartoe loopt. Vriend, ik heb je heel even nodig. Ik heb namelijk al je kool. Eens even kijken. Hier, alsjeblieft. Die wil ik hebben. Chestplate ook nog hebben. Die heb ik al trouwens. Dat was heel erg zonde. Ik heb nog een broekie nodig. Dat heb ik nodig. En boots heb ik nog nodig. Zo, hoppa. Waarom sta je in de hands? Au! Au, nee. Au, au. Waarom val je mij aan, vriend? Die voelt deze, vriend. Voel die vuurbal. Ga weg bij mij. Waarom val je me aan? Au, 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 au. Ga weg. Ga weg. Au! Hoppa. Hier, vriend. Nou, weet je wat? Maakt niet uit. We hebben armen. Eens even kijken. Broekie. Dat helmpje ga ik nog wel eventjes bewaren. Ook voor in de nether. Trouwens, wij hebben nog ineens geprobeerd om onze armen te smelten. Weet je wat? Dat ga ik gewoon meteen doen. Eens even kijken of we daar wat uit krijgen. En dan hoop ik niet dat het iets randoms wordt. Een molten hel. Kijk hoe dit eruit ziet. Oké, dit is echt super vet. Die gaan we meteen opzetten. Oh mijn god, dan krijg je gewoon fire resistance. Dit is perfect voor in de nether. Weet je wat? Ik ga gewoon dan meteen al mijn armen smelten. Oh, schrik me dood. Ik dacht dat er een creeper naast me zat. Kijk, dit doe ik pas echt een hele vette armor. Ik ben oprecht benieuwd of wij het nog verder kunnen gaan upgraden later. Misschien wel met een andere furnace. Oh. Wat? Oh mijn god, daar zitten diamonds. Dat komt helemaal perfect uit. Want ik wil namelijk nu naar de nether gaan, sinds we toch hele goede armor hebben. Dus waarom ook niet? Want dan kunnen we namelijk naar de nether gaan om blaze rods te verzamelen en ender pearls. Misschien kunnen we die zelfs ook smelten. Trouwens, dan ben ik ook heel erg benieuwd wat je krijgt als je een gasteer smelt. Misschien kunnen we dat ook checken. Ik weet het niet. Oh, het is ook letterlijk maar één diamant. Nou ja, in ieder geval, het is een diamant. We zijn een stukje verder dan dat ik eigenlijk was. Oké, ik ben misschien doodgevallen. Dat kan helaas gebeuren. Alleen, ja, ik was dus al mijn spulletjes kwijt. Maar ik heb even een paar spullen teruggebracht waarvan ik zeker wist dat ik ze had. En ik heb ook nog even wat string verzameld, zodat wij een boog kunnen maken. Want volgens mij kunnen we ook een boog smelten. Want wat ik sowieso aan het testen is, we moeten sowieso ook weer even die furnaces maken. Dat is wel echt een werk. Ik wil namelijk kijken wat er gebeurt als wij obsidian smelten. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Oké, laten we kijken. Ik hoop dat ik wel wat bijzonders krijg. Want als ik nu obsidian weggooi, is dat echt ontzettend zonde. En uit obsidian krijgen we een burning portal. Wacht even. Ik hoorde net iets naast me wat ik niet fijn vind. Oké, we gaan nog eventjes wat steen hakken. Burning portal. Wacht, wat kan ik hiermee? Wacht, kan ik hem gewoon... Kan ik dit gewoon zo hier zo neerzetten? Wacht, zo. Hop. Nee. Nee, er gebeurt niks. Nee. Er gebeurt nog steeds niks. Oh, wat? Oké, wacht even. Zombie, ga weg. Waarom kan ik in één keer allemaal portals neerzetten? Maar dit is wel perfect, want dan hoef ik helemaal geen portal te maken. Ik heb gewoon letterlijk een portable portal mee. Maar waarom heet het de burning portal? Anyway, wij kunnen dus naar de nether, wat echt super top is. En dat gaan we ook meteen doen, want ik heb blaze rods en de pearls en wie weet een gasteer nodig. Oh mijn god, we komen ook echt perfect hieruit, jongen. Oh, we kunnen meteen voor die enderpearls. Let's go. Trouwens, voordat we dat gaan doen, wil ik nog iets maken. En dat had ik beter net kunnen doen. Weet je wat? Wacht even. We gaan heel even terug. Want ik wou namelijk nog een boog gaan smelten. Alleen, ja, ik kan niet zomaar even nu een tier 2 furnace gaan maken. Want die zit nu letterlijk in een andere wereld. Oké, eens even kijken. Boogje erin. Oké, we kunnen dus een boog smelten. Ik ben benieuwd. We hebben alleen geen pijlen, wat echt vervelend is. En hieruit krijgen wij een Raging Fire Launcher. Left click to use multiple shot ability. Oké, dat is helemaal top, maar ik heb geen pijlen. Oh, maar dat heb ik dus ook schijnbaar niet nodig. Ik kan het zo spammen als ik wil. Bro, ik heb geen pijlen nodig. Dit is perfect. Laten we dan maar meteen naar Nether gaan. En dan gaan we ten eerste die enderpearls verzamelen. Dat is eenmaal één ding wat zeker is. Ik hoef dus ook niet te stressen over pijlen. Waar ik heel erg blij mee ben. Want dat zou ik toch sowieso niet kunnen. Hallo Enderman. Waar zijn jullie? Oh mijn god, wacht even. Ik hoor een gast. Hallo? Waarom hoor ik jou zo super dichtbij en kan ik jou niet zien? Dat werkt me wel echt heel erg op de zenuwen. Oh, wat hoor ik allemaal om me heen, maat? Ik hoor al... Oh, hallo en... hallo gast. Wacht, kom hier. Au, nee. Hij trot een gast hier. En hij valt in de lava. Oh, ik hoor maar. Ik hoor er nog één. Dat maakt niet uit. Dat maakt denk ik wel uit. Waar is die andere nou? Wacht, kom eens hier. Kom eens hier. Op, hou op. Ik kan de enemy raken met deze boog. Au. Wacht, ga weg. Oh mijn god, ik heb nog 2,5 hartje. Wacht, heeft die enderman wat gedropt? Ik hoorde net... Oh, hij heeft een enderman. Oké, mooi, dat is goed. Oké, wacht even. Enderman, als jij daar even blijft staan, ja? Oké, dan ga ik je eventjes proberen te verslaan. Ik heb eerst even wat hartjes nodig. Nu helemaal vol spammen. Oh, wat? Oh, hij had nog letterlijk maar één pijl nodig. Dat is wel helemaal perfect. Maar hij heeft geen enderpearl gedropt. Dat is wat minder. Oh, nee. Oké, jullie zijn al boos. Het spijt me. Ja, het spijt me. Oh, mijn god. Ik ben het ook echt helemaal aan vol spammen. Wacht, het vliegt terug. Waarom vliegt het terug? Waarom liggen er zoveel enderpearls? Ik heb 3 stacks. Wat is dit? Oké, dus er zit dus ook looting op deze boog. Dit is echt perfect. Maar dan heb ik ook alleen maar eventjes wat nodig voor de blaze rods. Ik hoor dus nog. Oh, nee, die gas. Wacht even. Die gas moet eventjes.
Wacht, kom eens even naar mij toe. Als je niet boven de lava, want dan kan ik je niet pakken. Nee, au. Nee, ga weg. Ja, kom, dichterbij. Ja, goed zo. Ja, let's go. Heeft hij een teer gedropt? Ja! Oh mijn god, meerdere teers. Let's go. Oké, ik wil die teers namelijk eventjes gaan smelten. Oké, we gaan een gasteer smelten. Ik ben ontzettend benieuwd wat ik van een gasteer krijg. Ik verzamel de dingen namelijk nooit. Want ik denk dat ik ze nooit nodig heb. Oh mijn god, een cooked gas. Right click to equip. Oké, dan gaan we dat meteen. Ik hou ook meteen die bel erin. Want weet je wat? Het maakt toch helemaal niet uit. Wat doet dit? Right click. Oké, recht click. Wat? Ik heb een gast op mijn hoofd? Oh mijn god, we kunnen vliegen hiermee. Wat? Oh, maar dit is echt perfect. Dit is echt perfect. Want we kunnen nu gewoon vliegen naar de fortress toe. Oh, dit is echt helemaal top. Ik hoef me helemaal nergens zorgen meer over te maken. Volgens mij kunnen we hem er... Oké, we kunnen hem er niet afhalen. We hebben dus de hele tijd een gast op ons hoofd. En we hebben ook meteen de flaming axe. Wat? Oké, eens even kijken. Wat doet dit? Een fire ability. Rechte klik. Wow. Oké, dit is een hele gave ability. Wacht, hoe sterk is dit ding? 10 attack damage. Oké, we zijn in feite wat weer onoverwinnelijk. Ik ga dat nu zeggen, maar dat zal waarschijnlijk weer niet zo zijn. Maar laten we dan maar meteen die fortress zoeken, want ik moet nog blazeschots hebben en dat was het eigenlijk. Dan kunnen we meteen weer terug naar de normale wereld. En in plaats daarvan heb ik een bastion gevonden. Oké, ik weet niet of ik hier heel erg blij van word. Kan ik er doorheen blazen? Oké, ik kan hier niet doorheen blazen. Is hier iets bijzonders? Oké, nee, er is hier helemaal niks bijzonders. We gaan meteen weer weg. Ik ga een fortress zoeken. Of nee, toch niet? Wacht. Oh, nee, wacht. Mag ik heel even kijken? Ja. Jullie zijn lekker aan het knorren. We nemen dat mee. En hebben jullie hier nog wat? Ja hoor, Ancient Debris. We nemen het gewoon mee omdat het kan. En pijlen. Waarom ook niet? En dan hebben we ook nog eens de fortress gevonden met de blazers. Oké, auw. Wat schiet er nou weer op mij? Oh ja, kom hier, skeleton. Oké, kom hier, blazers. Ik heb echt letterlijk maar misschien één blaze nodig. Hoppa. Even kijken. Wacht, hoeveel dropt die? Dit is echt niet normaal. We zijn echt veel te sterk. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 13. Ik heb er nu 17. Ik heb er al genoeg. We gaan meteen weg hier ook. Dit was letterlijk, ik denk, de snelste ronde om een blaze te vinden ooit. Echt serieus. Hop, poort erbij. En ja, we gaan maar weer terug. Want ik heb er helemaal niks nodig. Anyway, wacht even. Heb ik nog genoeg furnace? Ik heb er nog 3. En hatsa, daar hebben we hem. De tier 3 furnace. Oh mijn god, dit lijkt net een blok diamant. Oké, hier ben ik dus echt ontzettend benieuwd naar. Want het lijkt mij met een tier 3 dat wij dus ook onze armor weer kunnen upgraden. Dus dat ga ik ook eens eventjes meteen doen. Hop, en dan hoop ik dat dit werkt. Ja, dit werkt. Let's go. Oh mijn god, ik krijg de Vulcanic Helmet. Hold shift to use the explosion ability. Wat? Oh, oké. Ja, dit klinkt echt als iets wat niet voor mij gemaakt is. Wacht even. We nemen even afstand van die furnace en we gaan het proberen. Oké, eens even kijken. Wat doet dit als het het doet? Hallo? Hallo? Waarom ontploft er niks? Oké, het zal wel. Misschien moet ik dan het hele armor dungetje hebben. Dan maken we intussen ook eventjes wat Eye of Ender. Hoppa, dan is dat ook weer gedaan. En dan moet ik jullie wel zeggen, jongens. Dit ziet er best wel heel erg sexy uit. Oké, wacht. Doet die explosieve ability het nu wel? Eens even kijken. Maar hoe lang... Auw! Jemig, ik schrik me dood. We vliegen knijten verder lucht in. Oké, dit gaat zeker helpen met de Ender Dragon. Oh mijn god, ik schrok me helemaal kapot. Oh, en we hebben ook nog eens twee... We hebben nog een tweede armor setje erbij. Dit is echt niet normaal. Ik ben gewoon onoverwinnelijk. Als we het vandaag niet winnen, weet ik het ook niet meer. Weet je wat ik ga gewoon doen? Ik ga eens even kijken of ik een Eye of Ender kan smelten. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Wat krijg ik uit een Eye of Ender? Oh mijn god, de Eye of Ember. Oh, wat is dit voor ding? Huh? Het zegt hoe ver we er zijn. Ik heb er ook ongelimiteerd aantal. Ik had er niet eens zoveel hoeven maken dan. Dan denk ik ook dat het tegelijkertijd tijd is om naar de Stronghold, denk ik, te gaan. En het wordt zo wel heel erg makkelijk. Want ik hoef alleen maar te vliegen met deze gast en deze dingen alleen maar te spammen. Wacht, waar moeten we heen? Ja, we moeten hier... Kijk, oké, hij gaat nu naar beneden. We moeten hier dus naar beneden toe. Oké, let's go. Want volgens mij heb ik... Ik heb ook nog ineens full damage. Dit is echt perfect. Ja, en dan moet het hier misschien wel rechts zijn, toch? Wacht, waar gaat het oog naartoe? Die gaat daar naartoe. Oh, ja, ik hoor zilverfish spannen. Ik hoor hier erg zilverfish spannen. Alleen, ik weet niet waar. Ja, ik... Wacht, weet je wat we kunnen doen? We kunnen gewoon shift ingedrukt houden en dan gaan we dan minen. Kom op, kom. Bim! Oh mijn god, we zijn er! We zijn ook gewoon letterlijk naast de Ender Portal. Oké, dit is helemaal perfect. Wacht, dit ding kapot. Kunnen we dit ding ook gebruiken om alles in... Ja, natuurlijk kunnen we dit ding ook gebruiken om alles in te vullen. Waarom heb ik zoveel moeite gedaan voor Eye of Ender? Echt waar, serieus. Oké, nou, laten we maar gaan. Alleen, er is wel één ding. Dit ding is een beetje outdated. Dus ik wil eigenlijk een diamond zwaard maken. Dus is hij niet heel erg sterk is. Hoppa, oké. Nu ben ik er helemaal klaar voor. Ik heb nog een tier 3 furnace gemaakt, dus dat komt helemaal goed. Even deze mee. Oké, let's go. Laten we die draak verslaan. Oké, ik heb echt knijt veel enderpuls. Dit is ook top. Weet je wat ik ga proberen? Ik ga gewoon nog eens proberen dit zwaard te smelten. Dat zou helemaal dope zijn als ik een diamond zwaard in iets super vets kan omtoveren. Want dat hot sword, gadverdamme, dat hebben we niet meer nodig. Gadver. Oké, wat krijgen we van een diamond zwaard? Een sun sword. Right click to use the fire ability. Dit komt helemaal perfect uit. En ik ben eigenlijk, in feite ben ik gewoon onoverwinnelijk. Ik heb hier een golden apple. Ik heb hier mijn stokbrood. Dat komt helemaal goed. En we kunnen gewoon vliegen. Oh mijn god, wacht even. We kunnen gewoon vliegen. En we kunnen dit gebruiken.
Oh mijn god. Wacht, wat doet de Sunsword? Daar ben ik oprecht van. Oh mijn god. Dit ding is super overpowered. Wacht, hoeveel doet hij? 8 attack damage. Au, au, oké. Okay. We gaan weg en hem. Oh, jongens, dit ding is sterk. Dit ding is niet normaal sterk. Maar weet je wat mooi is? Ik kan dit gewoon spammen op deze torens. Oké, dit kunnen we toch niet meer verliezen. Waar is die draak? Ik wil tegelijkertijd ook gewoon het hoofd van die draak zien. Ja, daar is hij. Oké, wacht, kom hier. Kom hier. Zo, hop, die kapot. Het is nog een paar pijlen. Hoppa, die kapot. Die kapot. Au, au, oké. Okay. Het moet wel een beetje uitkijken. Het moet niet te worden. Hop, die kapot. Oh mijn god. En de torens zijn allemaal kapot. Jongens, de torens zijn allemaal kapot. Die draak gaat eraan. Kom hier, draak. Au, au, kom hier. Wacht, doen we heel veel damage hiermee? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oké, hier doen we helemaal geen damage mee. Kom hier, wacht. Au, au. Oké, hij blijft nog best wel sterk. Ik ga hem gewoon vol spammen met pijlen, jongen. Ik ga hem helemaal vol spammen met pijlen totdat hij gaat purchen. Oh ja, wil je me aanvallen hier, Enderman? Beam! Wow! Vandaag ga ik niet winnen, draak. Vandaag niet. Ik zweer het. Ik ben echt veel te sterk hiervoor. Au, au. Oké. Zal hij even rustig aan? Oké, hij staat purchen. Oké, wacht. Snel eronder, Au, au, au. Eronder. Oké, snel golden apple voor de zekerheid. Oké, dit doet helemaal niks. Wacht, we gaan het laten oploffen. Beam, kom op, beam! Oh mijn god, dat is heel veel damage. Oké, alleen maar spammen. We gaan alleen maar spammen. En nog een oploffing. Beam! Oh mijn god, dat is zoveel damage. Au, 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 au. Oké, weer de onderpearler. En nog een keer. Kom op, nog één laatste keer. We kunnen dit. Zo! Oké, nu moet het afmaken in de lucht. Kom. Kom hier. Ja, we gaan het afmaken. Ik wil het afmaken met mijn zonzwaard. Ik wil het afmaken met mijn sunsword. Kom op. Hij vliegt veel te snel. Nee, oké, weet je wat? Nee, maakt niet uit. We maken het gewoon zo af. Let's go. We hebben die draak verslagen alweer. En in deze video probeerde ik de draak te verslaan met super grote blokken. Ben je benieuwd of dat gelukt is? Klik dan even op de video. Heb je die al gezien? Check dan alle video's hier beneden in deze prachtige Minecraft-lijst. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat is heel erg belangrijk. Doei doei.